Escape, een bloedstollende thriller, geschreven door Michael Sells, doet ons allemaal denken aan een escape room. Escape rooms zijn spannend, maar deze is levensbedreigend. Zes mensen worden wakker op een onbekende pikdonkere plek, met elk een polsband aan. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? En waarom zijn juist zij samengebracht? Ze tasten in het donker. Opeens verschijnt er een deur met de naam Kay op. Ze proberen de deur te openen, maar krijgen een schok van hun polsband. Dan probeert Kay het alleen en geraakt binnen, maar krijgt een verlammende spuit in de kamer. Op de volgende deur staat Gerard, de volledige naam van G. In de kamer ligt geld, dat gedrinkt is in een bijtend product. Hij probeert er vanaf te blijven, maar dat lukt niet en zijn handen verbranden. Hij krijgt als opdracht de foto's van zijn drugsklanten te verbinden met hun namen. Billy's naam staat op de derde deur. Zij moet in de kamer een akelig filmpje bekijken waarin al haar vrienden zeggen dat ze een slechte vriendin is en dat ze het niet erg zouden vinden als ze zou sterven. Op de vierde deur staat Louis Antoine, de volledige naam van Alain. Ook hij gaat binnen in de kamer en krijgt er ontzettend veel pijnlijke schokken van zijn polsband. De anderen horen een oorverdovend geluid uit de kamer. Op de volgende deur verschijnt Monica's naam. Zij gaat binnen in de voorlaatste kamer. Ze krijgt als opdracht om de hele fles sterke drank te drinken en nadien over een plank te lopen. Onder de plank bevindt zich een diepe put. Zal zij het wel halen? Op de zesde deur staat de naam van Amber. Zij gaat de laatste kamer binnen. Ze wordt er aangevallen door een gewonde hond. Haar taak is de wonden van de getraumatiseerde hond te verzorgen. Zal ze daarin slagen? Doorheen het boek komen we te weten dat iedereen werd opgesloten door de vader van Zoe. Zijn dochter is gestorven en hij is op zoek naar de schuldige. De rode draad doorheen het boek is dus de schuldvraag aan Zoe's dood. Welke schuld hebben de zes personen aan het haar overlijden? We ontdekken dat Amber haar bewusteloos zag liggen op een bank, maar weg is gewandeld. We komen ook te weten wat de andere personages hebben gedaan, maar dat wil ik nog niet prijsgeven. Net als het onverwachte einde. De rode draad doorheen het boek, de schuldvraag over de fouten, vertelt ons ook dat het thema ethiek is. Het is een onderdeel van een filosofie waarin wordt nagedacht over goed en kwaad. Alle personages worden geconfronteerd met de grote fouten die ze hebben gemaakt. Hun fouten veroorzaakten samen de dood van Zoe. Niemand kan ons zo goed vertellen over deze geweldige thriller als de auteur zelf. Dag Michael Sels, ik heb je boek gelezen. Het is een zeer Dag Dino. Dag. Het is een zeer spannende thriller. Ja. Ik heb Dat is enkele... al gelukt, want dat is de bedoeling. ik heb enkele vragen voor je. De eerste vraag is, hoe ben je op het idee gekomen om ja. het boek te schrijven? Er waren verschillende ideeën. Je hebt het zelf al gezegd, het is een spannend boek. Ik lees zelf ook heel graag spannende boeken. En ik had zin om ook zo een spannend boek te schrijven. Een echte thriller met een einde waar je zo tot op het einde zo zit te wachten. Wat gaat er nu juist gebeuren? Waar gaat dit naartoe? Dat was één van de redenen. En ja, anderzijds ben ik het boek beginnen schrijven tijdens corona. Dus we zaten toen allemaal een beetje opgesloten in ons huis. En vandaar ook ja, de hoofdpersonages zitten opgesloten in een soort van escape room. Dus dat idee kwam dan ook een beetje vanuit corona. En voilà, ik ben er, dat waren zo'n beetje de belangrijkste ideeën. Ik weet dat je ook een zoon of dochter hebt. Hebben zij inspiratie? Heb jij bij hen inspiratie gehaald? Voor sommige boeken haal ik bij hen inspiratie. Voor dit boek gewoon niet expliciet. Ja, misschien hier of daar kleine dingetjes over ja, waar jongeren mee bezig zijn. Of bepaalde gedachten of zo, maar niet bewust. Nee. Vorig jaar heb ik ook twee andere boeken van jou gelezen. De twee Ja. delen van een doodgewone jongen.
Het boek gaat over Ah, Nebo, ja. een hooggevoelige jongen met enorme fantasie. Ik heb ook toen naar Verteltheater in Kortenberg komen kijken. Je hebt me toen verteld dat je jezelf herkent in Nebo. Herken je jezelf in ook een van de andere personages van Escape? Ja, bij Nebo is dat heel duidelijk dat dat over mij gaat als kindje, ongeveer, hè. Niet helemaal, maar toch een groot stuk. Bij Escape is er niet echt een personage waar ik mij volledig of grotendeels in herken. Maar ik denk als schrijver zit er wel altijd een stukje van jezelf in de verschillende personages. Ook in de personages die misschien de minder goede personages in het verhaal zijn. Want als schrijver moet je eigenlijk alle personages graag zien. Ook de slechte personages. Meestal hebben die ook bepaalde redenen waarom dat ze de dingen doen die ze doen. En dus begrijp je wel alle personages ergens. Natuurlijk keur je niet alles goed, maar je begrijpt ze wel ergens. En daarom denk ik dat er onbewust in elk personage wel een stukje van de auteur zit. Maar er is geen echt personage waar ik mij volledig mee vergelijk bij Escape. En de laatste vraag. In jouw jeugdboek over Nebo gebruik je veel humor, maar in Escape is dat minder. Toch is er één personage in Escape, Alain, die wel wat humoristische opmerkingen maakt en alles bekijkt door een roze bril. Was dat een bewuste keuze? Een heel bewuste keuze, omdat het verhaal is nogal, ja, het is spannend, maar het is ook hard, hè. Er zijn een paar harde thema's. De meeste personages, ja, struggelen met het leven en met bepaalde problemen. En ik wou toch zo'n beetje, ja, een tegengewicht erin brengen met iemand die juist, ja, heel licht in het leven staat en graag lacht en graag vrolijk is. En vandaar ook Alain is inderdaad bewust in het verhaal gezet om een beetje vrolijkheid in het verhaal te brengen. Dat is superleuk om dan zo bij moeilijke momenten zo een beetje humor erbij te krijgen. Bedankt voor jouw tijd. Ja, inderdaad. Bedankt voor Graag jouw tijd. gedaan. Veel succes ermee. Dank u.